klein handelsgebouw in Sommelsdijk heet ik u hartelijk welkom in de huiskamer. Mijn naam is Andrea Striebos en mijn gast is Monique van Münster. Dag Monique. Dag Andrea. Leuk om je hier te hebben. Dankjewel. Wil je, ja, wij kennen elkaar ook nog maar net. Ja. Hè, maar je hebt leuke dingen meegenomen. Wil je je eerst even voorstellen? Wie ben je? Waar woon je? Waar kom je vandaan? Nou, ik ben Monique van Münster. Ik woon in Sommelsdijk. Ik woon al sinds 1997 in Sommelsdijk. Dus dat is best al een tijdje. En ik ben in 1999 ben ik zelfstandig werkend glaskunstenaar geworden. Glaskunstenaar? Ja, ik ben glas in lood gaan maken in opdracht. Voor van alles en nog wat. Particuliere bedrijven, kerken zelfs. En zomaar? Kun je dat zomaar? Nee, dat kun je niet zomaar. Ik heb lang op een administratiekantoor gewerkt. En toen we hier naar verhuisden, toen het werd tijd om een andere koers te gaan varen. Ik ben altijd creatief geweest en ik heb altijd gezegd, ik ga daar ooit iets mee doen. Maar ja, ik wist eigenlijk niet wat. En toen zat ik in Middelharnis in het antiek winkeltje in een lampencatalogus te bladeren. En toen kwam ik een Tiffany lamp tegen. Oh ja, en toen kwam het gesprek op gang. En toen zei die dame van de winkel, ik ken iemand en die heeft daar een cursus in gevolgd. Dus toen had ik zoiets van, oh, bestaat dat? Ze zegt, ja, als je wil, dan kan ik wel achterhalen waar ze geweest is. En ja, zo is het eigenlijk gekomen. Ik ben in Brabant in Feyenaard, denk ik, als ik me goed herinner. Want het is al best lang geleden. In 1998 ben ik zo'n cursus gaan doen, Tiffany. En ze deden daar ook glas in lood. Dus ik heb eigenlijk de grondbeginselen daar geleerd. En dat vond ik zo fantastisch leuk dat ik voor mezelf ben begonnen. Ik heb eerst gewoon een paar maanden thuis een beetje zitten prutsen. En toen had ik ineens zoiets van, ik ga voor mezelf beginnen. Hebt je baan opgezegd? Ik had toen al, het contract was toen al beëindigd. Ik heb 13 jaar bij het toenmalige GAK gewerkt, wat nu het UWV is. En er waren allerlei reorganisaties vanwege die privatisering van die ziektewet, et cetera. Dus de spoeling werd eigenlijk steeds dunner. Toen kreeg ik een baan aangeboden bij de sociale dienst in Vlaardingen. Dus toen ben ik daar gaan werken. Maar je komt uit Vlaardingen? Nee, ik woonde toen in Spijkenisse, maar ik werkte in Vlaardingen. En, maar ik vond dat het werken voor de bijstand, het is zeg maar het onderste van de ladder. En ik vond dat heel deprimerend. Ik kon er heel moeilijk mee omgaan, ook met het uitvoeren van die wet. Dus ik raakte depressief of overspannen. Ik had het er heel slecht naar mijn zin. Dus ik had zoiets van, ik stop hiermee. En we gingen toen hier naartoe verhuizen. En hoe kwam je hier dan terecht? We woonden in Spijkenisse. En ik zat in het krantje, de huizen te koop pagina. En toen zag ik het huis. We zijn begonnen op Voorstraat 3 in Sommelsdijk. Dat huis zag ik in de krant staan en toen had ik zoiets van, oh, dat is leuk, zullen we daar eens gaan kijken? En ik was hier nog nooit geweest eigenlijk, het eiland. Maar het huis riep me en we hebben het gekocht. En daar ben ik ook aan de keukentafel begonnen met mijn glas eigenlijk. Ja. En daar woon je nu nog? Nee, ik ben in 1999 daar al vertrokken. Want het ging niet meer met de relatie, dus ik ben toen in een huurhuisje verder gegaan. En wel altijd in Sommelsdijk blijven wonen. Ja, dus ik hoef niet te vragen of het bevalt. Dat kun je rustig vragen. Ik vraag het. Ik heb eigenlijk altijd een beetje een haat-liefde verhouding gehad met het eiland. Ik woon hier vanwege de rust en de ruimte, maar om je hier te settelen als kunstenaar is echt een beetje dubbel, vind ik. Het is zakelijk en artistiek gezien toch een beetje, nu misschien niet meer, maar altijd een beetje achtergebleven gebied geweest. Plus dat het heel lastig is om als overkanter dan, een beetje voet aan de grond te krijgen. Hoewel ik dan ineens uit hele verrassende hoeken toch opdrachten krijg.
Want ik heb een raam gemaakt voor de Reobotkerk. Of dat zeg ik misschien verkeerd. Maar en op een gegeven moment zelfs een opdracht voor de nieuwe kerk van de gereformeerde gemeente. Waarvan ik altijd zei van ja, ik kan beter in Brabant wonen. Want daar zijn alle katholieke kerken en daar mag de uitbundigheid gevierd worden. En hier moet het allemaal heel erg ingetogen en... Dat is ook een beeld dat je hebt, denk ik, of niet? Ja, dat is vooral heel erg aannames, denk ik. Maar goed, ja, de kerken zijn toch een beetje sober van de gereformeerde gemeente. Maar goed, dan laten ze Jaap de Jonge dus de raampartij ontwerpen voor de nieuwe kerk. En heel kleurrijk en heel wild. Dus daar heb ik een stukje van mogen doen, want het is heel lang mijn droom geweest om glas in lood te maken voor een kerk. En dan komen ze met een opdracht en dan wordt de droom ineens nachtmerrie, omdat ik eigenlijk al een hele tijd tegen een burn-out liep te hikken en ineens stortte alles in en moest ik de bijstand in en kon ik die opdracht niet meer afmaken. Dus moest die naar een andere glaskunstenaar en dat was allemaal heel erg vervelend. Ja, maar goed, de bovenste drie ramen heb ik wel voor ze kunnen maken. Dus, En dat was dus een opdracht. Vind je dat moeilijk of makkelijk? Dat ligt er een beetje aan. Ik heb ook een periode grafmonumenten gemaakt van glas. En dat vond ik emotioneel heel erg zwaar. Mm-hmm. Omdat je mag het laatste tastbare voor iemand gaan doen. Mm-hmm. En ik heb ook een klein beetje mediamieke gaven. Dus ik ga ook contact leggen met de andere kant. En ik heb ook regelmatig dat, dat er sturing en aanwezigheid is en hulp. Maar dat vind ik een heel moeilijk stuk. Dus dat heb ik ook eigenlijk een beetje achter me gelaten. Tenzij het uit een hele bijzondere hoek komt dat ik misschien me nog wel eens over laat halen. Maar, doe je nog wat met glas? Ik heb nu een aantal opdrachten glas in lood te maken. Gewoon traditionele restauratie van bestaand glas in lood. Dat wordt dan opnieuw in het lood gezet en tussen dubbel glas. Want hier in het Kleinhandelsgebouw hangt ook iets van jou. En dat vind ik een bijzonder mooi ding. Ik wist niet dat het van jou was. Ik kende jou niet. Maar ik zag het wel steeds hangen. Ja. En ik vind het heel mooi. Ja, dit is mijn vrije werk. Wat ik vertelde, ik ben in 1999 voor mezelf begonnen als zelfstandig werkend glaskunstenaar. En toen kreeg ik eigenlijk al vrij snel, ik voelde, ik had een laadklep nodig. En ik had zoiets van, ik ga vrije ontwerpen maken en die ga ik dan in glas in lood doen. Dat is best wel... Ik zal niet zeggen uniek, er zijn wel meer glaskunstenaars die dat doen, maar het is wel een vrij zeldzame manier van kunst. Ja. Dus ik maak eigenlijk glas in loodschilderijen en dat zijn vaak uitingen van emoties of ervaringen, dingen die ik meemaak. Of... En ervaringen heb je veel? Ja, ik heb een vrij intens leven. Dat begreep ik. Ja. Naar aanleiding van waar je nu voor hier bent. Want we blijven het niet over glas hebben. Je hebt een boek geschreven. Ja, dat klopt. Ja. En dat heb ik hier in mijn handen. En het ziet er... Het is eigenlijk een heel verdrietig onderwerp wat je hebt gemaakt. Ja. In het begin. Maar het ziet er zo vrolijk uit. Het komt goed, gelukkig. Het komt goed, ja. Alles komt altijd goed. Ja, en het is een... kinderboek? Ja. Nou, zeg zelf maar. Ja, ik heb het toen mijn kinderen klein waren, toen las ik veel boekjes voor. Dat vonden ze allebei fantastisch. En we kennen hem denk ik allemaal wel, maar ik denk ik neem hem even mee. Elmer was eigenlijk de inspiratie voor Zakkie. Ja. De kleuren, de rare planten. Ja.
Dus ik had zoiets van, goh, ik heb ook zin om een verhaal te schrijven. Ik heb het meegebracht, ik heb het altijd bewaard met het idee van... Oh, je ik hebt de schetsen bij je? Ja, ik heb het oorspronkelijke manuscript wat ik geschreven heb, ik denk zo'n 23 jaar geleden, in Spijkenissen. Ja. Ik mis nog een blaadje, het zijn er maar drie, dus het is heel weinig tekst. Dus ik had dit, dit was zeg maar de ruwe versie van het verhaal. Ja. Ah, hier is het begin. En ik had er vier schetsen bij gemaakt. En ja, toen is het ergens blijven steken. Ik heb het in dat mapje geschoven en ik heb het altijd bewaard en mee verhuisd met het idee van ik ga daar ooit nog iets mee doen. En vorig jaar, eigenlijk eind 2016, toen kwam ik zonder werkplaats te zitten. En ik had zoiets van, ja, wat moet ik nou eigenlijk gaan doen? Ik blokkeer elke keer op mijn opdrachten. Ik vind het moeilijk om onder druk te presteren. Eigenlijk is mijn grote wens om in vrijheid te creëren. Dus zeg maar vanuit inspiratie, vanuit mijn eigen willen, in plaats van uit het moeten voor geld. Ja. Daar heb ik heel veel moeite mee. Ja. Dus ik dacht, ik ga een passief inkomen creëren. Dus ik maak het boekje en dan mag het zichzelf gaan verkopen. Ja. Want, ja, bijvoorbeeld ja, exposeren. Het kost heel veel geld en moeite, maar het levert eigenlijk nooit echt iets op. En dat frustreerde mij altijd. Dus ik denk, ja, ik ben altijd aan het zoeken naar wat werkt voor mij. En ik, vorig jaar heb ik een punt gezet achter mijn relatie. En toen dacht ik van, ja, ik sta op een fork in the road. Welk pad ga ik kiezen? Wat wil ik nou en wat is goed voor mij en hoe blijf ik in balans? En ja, toen viel het mapje voor mijn voeten. Toen had ik nog niet direct van, oh, dit is het signaal. Nee. Maar ja, op een gegeven moment had ik ineens zoiets van, oh, ik denk dat ik het weet. Want ik wil al heel lang een boek schrijven, eigenlijk over mijn eigen leven. En toen was ik aan het praten met een vriendin en toen zei ze, oh, maar eigenlijk zie ik jou een kinderboek schrijven. Of heb je dat al gedaan? En toen ineens had ik zoiets van, oh ja. Daar is die. Tuurlijk, ja. Dat ga ik doen. En dat werd zakkie. Ja, en dat was heel grappig, want ik lag al in bed. En dan zit je nog even gauw op de chat. En ineens, ik was razend enthousiast. Want ik had zoiets van, oh ja, morgenochtend. En ik was natuurlijk gelijk over mijn slaap heen. En toen was het net alsof ik een bevestiging kreeg vanuit het universum of weet ik veel wat. Zo van, ja, je hebt het begrepen, dat is de bedoeling. Want toen kreeg ik dus direct inspiratie voor een ander verhaal. Dat ben niet ik dit? Nee, want dit was er natuurlijk al. Ja. Dit hoefde ik alleen maar even uit te werken. Even. Nee, mm-hmm. Ik ging de volgende ochtend ging ik beginnen aan de Flakese flamingo's. Dat was het verhaal wat, zeg maar, wat mij gegeven werd. Dus daar ben ik mee bezig. Dat is leuk. Ja, en ik ben ook bezig aan het monster van Münster. Er kwam ineens van alles. Ja, ik raak nogal snel geïnspireerd. Dus, ja, maar je hebt er ook wat mee gedaan. Ja. En ik heb dat boekje doorgekeken en gelezen. Ik vind de tekeningen zo leuk. Ja, het was zo ook een grote vreugde om te doen. Ja. Ik had zoiets van, ja, dat klopt helemaal niks. Ja, aquarelline en aquarelverf. Ik heb mijn lat altijd heel erg hoog liggen en richting perfectionisme toch wel. En met glas in lood moet dat eigenlijk ook, want je moet van tevoren alles bedenken. En het is echt millimeterwerk, want je hebt eerst het ontwerp en daarna wordt het gewoon ambachtelijk, punt. Ja. En dan heb je aan de regels te houden. En ik had met dit zoiets van, ik ga dat helemaal loslaten. Alles mag en alles kan. Ik ga niet zeuren over verhoudingen, schaduwen, kleuren. Daarom is het ook zo leuk geworden. Ja, boomblaadjes. Ja, en ik heb daar zoveel plezier aan gehad. Ja. Gewoon om lekker alles te mogen. Het ziet er schitterend uit. Maar nu de inhoud. Want het gaat over een hele zielige zebra. Ja, ik ga dat even zeggen. Het gaat over een hele zielige zebra. Ja. Je was me voor. Die zebra, die ziet er anders uit dan andere zebra's. Ja. En voelt zich heel zielig. Ja. En voelt zich heel alleen. En net zei je, het is gedeeltelijk autobiografisch.
Dat betekent niet dat jij een zebra zou zijn, maar dat betekent wel dat jij dus iets hebt verteld wat je zelf hebt meegemaakt. Ik hoef niet alles te weten, nou, hoor. Maar ja, het is even, ik heb daarover na zitten denken. Ik heb niet echt het gevoel dat ik toen ik klein was gepest ben of eenzaam was of buiten de groep viel. Wat ik wel altijd heb ervaren, dat is dat ik me anders voelde dan de andere kinderen. Ja. En dat ik wat andere kinderen leuk vonden, had ik altijd zoiets van, ik snap helemaal niet wat jullie hier nou leuk aan vinden. Nee. Sinterklaasfeest, kinderfeestjes, dat je van die stomme spelletjes moest doen met een blinddoek en een hapje mosterd. Dat kan zo leuk zijn. Nou, ja. Echt. En dansen. Kan ik helemaal niks mee ook. Nee. Snap je allemaal dat soort dingen? Uh-huh. Dan was iedereen altijd, en dan had ik zoiets van, nou, het zal wel aan mij liggen, maar ik begrijp niet wat jullie leuk vinden. Achteraf gezien is het eigenlijk meer het verhaal van mijn dochter, die die altijd moeilijk aansluiting had. Misschien had ik een voorzienende geest of zo, ik weet het niet. Maar ik denk eigenlijk dat het meer een boodschap is naar alle mensen en alle kinderen. We proberen in de massa op te gaan, om maar niet buiten de boot te vallen. Mm-hmm. Kijk, mensen zijn best wel cru en kinderen kunnen ontzettend hard zijn naar elkaar. En je wilt bij de groep horen. Dus ja. Dan, en eigenlijk is de boodschap van het boek, wees trots op wie je bent en toon je ware kleuren aan de wereld. Want hij heeft andere kleuren. Ja, de gewone zebra's die zijn zwart-wit en Zaki die heeft blauwe strepen en groene krullen. Ja, en ja. Ja, dat vinden de andere zebra's raar, dus Zaki die mag niet meespelen en die staat aan de kant. Maar als je goed kijkt, dan is die eigenlijk veel mooier dan de andere zebra's, toch? Hij ziet er veel vrolijker uit dan de rest. En dat is altijd, dat wordt eigenlijk altijd vergeten. De mensen die bijzonder zijn, die hebben iets bijzonders aan de wereld te bieden. En daar moeten we eigenlijk gewoon met voorzichtigheid en respect mee omgaan. En dat omarmen in plaats van te zeggen van, jij bent raar of jij bent anders of jij mag niet met ons meedoen. We hebben op een gegeven moment, soort zoek soort zeggen ze dan. En dan op een gegeven moment krijg je allemaal mensen in je vriendenkring die ook artistiek en anders zijn. En wij hadden op een gegeven moment zo'n grapje van, ze zeggen dan van, wij zijn normaal, jullie zijn anders, mm-hmm. Weet je wel. En wij zeiden toen van, eigenlijk zijn wij normaal en hun niet, weet je wel. Ja. Ja. En wat die zebra dus, uiteindelijk komt het goed. Ik ga niet vertellen hoe. Hè, maar je wil de plot niet spoilen. Nee, dat wil ik niet. Nee, want anders hebben de mensen natuurlijk geen reden meer om het boekje precies, te kopen. Precies, nou, zelfs als je het kent, de tekeningen zijn al zo leuk. Dat is echt genieten. Echt genieten. Ja, nou, het was wel een flinke klus, want ik had natuurlijk 4 schetsen. En ik geloof dat het uiteindelijk 34 tekeningen zijn geworden. Ja. Het ziet er zo schitterend uit. Ik ben daar wel een paar maanden fulltime aan bezig geweest. Ja, je ziet ook steeds nieuwe dingen. Ja, er is een hoop te zien inderdaad. Ja. Maar jouw boodschap is, je mag er zijn. Ja. Hoe dan ook, je mag er zijn. Maar je zegt, we doen allemaal ons best om niet buiten de boot te vallen. Hè? Iedereen wil bij de groep horen. Ja. En je wil dat aan kinderen duidelijk maken. Met dit boekje. Vind ik een heel mooi streven. Ja. Denk je dat het nodig is? Pesten is best wel een actueel onderwerp. Mm-hmm. En je hoort toch steeds meer van kinderen die... Er wordt ook steeds meer bekend rond autisme. Ik denk dat ik zelf ook autistisch ben. En dat ben ik vorig jaar pas achtergekomen toen een therapeut dat tegen me zei. Toen ben ik me daarin gaan verdiepen. En toen eindelijk herkende ik mezelf en begreep ik mijn valkuilen en mijn beperkingen. Maar je hoort het dus steeds meer. Er wordt steeds meer. Ja, er komt steeds meer begrip en bekendheid rond dat fenomeen. En
Ja, het lijkt eigenlijk net alsof je door die bril gaat kijken, dan zie je ineens overal autistische mensen in verschillende gradaties. Ja. En het is fijn dat er zoveel aandacht voor komt, want dan kunnen we die groep met voorzichtigheid gaan behandelen. Ik ben van plan om met Saki naar basisscholen te gaan, om workshops te gaan geven en dat bespreekbaar te maken binnen een groep. Heb je daar al afspraken over? Nee, nog niet. Het is een plan in wording. Ik wil eerst eventjes met wat mensen uit het onderwijs gaan praten. Ja. Om het wat concreter vorm te geven voor mezelf. Uh-huh. Ik heb daar wel wat ideeën over. Maar misschien wil ik er te veel in stoppen. Dat het dan te lang duurt. Of ik wil gewoon even kijken hoe ik het praktisch in kan gaan vullen. Maar de bedoeling is om Saki voor te gaan lezen. We gaan met z'n allen in de kring. Ik denk op de grond. Want dat vind ik het meest intieme. En dan wil ik daarna het gesprek aangaan met de groep, wat ze van het verhaal vinden en of ze zichzelf erin herkennen of iets uit de mensenwereld. En dan hoop ik dat als er een disbalans is in een groep, om dat door wederzijds begrip en respect te creëren, omdat... Dat is een heel mooi streven, maar heel moeilijk. Ik heb zelf voor de klas gestaan en ik heb altijd... natuurlijk ook pesters gezien. En ik heb eens een keer gezegd in de klas tegen een jongen die zo lelijk deed tegen alle kinderen. En toen zei ik, dat was in groep 8. Ik zei, is het niet zo dat de kinderen die anderen pijn doen, dat die zelf van binnen pijn hebben? Juist, juf, zei die. Juist, dat is het. Hè, dus hij had zoiets van, wauw. Ja. Ik weet dat hij pijn had, maar dat hij dat ook herkende. Ja, dat hij ook zei. Dat is bijzonder. Ja. 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 En dat heeft hem wel iets gedaan. We hadden al een goede band, maar die werd nog beter. Nou ja, ik denk ook inderdaad, dat is ook wat ik ermee bedoel. Als je bepaalde dingen in het licht kunt zetten, dan, dan ineens is het er en dan kun je er iets mee gaan doen. Ja. Dus dat in plaats van dat het dan onder de oppervlakte blijft borrelen, dan ik kijk wel hoe het loopt. Nou, ik hoop dat het wel heel erg goed gaat worden. En ik, helaas, is de 20 minuten alweer om. Dat is wel heel snel gegaan, niet? Ja. Ja, en het boekje gaat ook nog gezien worden. Ja, ik moet zeggen, ik vind het geweldig. Dank het is u. Ook heel erg leuk om... Als cadeautje. Je kunt het gewoon in de winkel kopen? Het is printing on demand. Dat betekent dat ieder boekje dat besteld wordt, wordt gedrukt. Er is dus geen voorraad. Het kan wel via de boekwinkel besteld worden. En gewoon op de website van de uitgeverij Boekscout. Boekscout.nl. Dat komt wel op de aftiteling. Ja. Oké. En er was nog een vraag die ik in mijn hoofd had toen je dat net aan het vertellen was. Heb je een website? Ja, ik heb een website. Nou, die gaan we dan ook op de aftiteling zetten. Oké. Dan weten mensen, ik kan het buitengewoon, niet dat dat wat uitmaakt, maar ik kan het buitengewoon aanbevelen. Ik vind het een schattig, lief boekje met een mooie boodschap. Dank je wel. En ik dank jou voor je uitvoerige uitleg. En graag veel gedaan. Succes verder. Dankjewel. Dit was de Huiskamer. Wilt u zelf een keer komen praten of kent u iemand die iets te vertellen heeft? Mail dan naar huiskamergo@gmail.com. De Huiskamer wordt uitgezonden door Slogo. Terugkijken kunt u via www.huiskamervanflaquet.nl. Tot volgende week.